Lieve mensen, in de protestantse kerk zijn we niet echt gewend om iets met Maria te doen. Dus in protestantse kerken zie je ook geen Maria-beelden. Er is geen aandacht voor meimaand, Maria-maand. En we zingen al helemaal geen Ave Maria. En dat is jammer. Niet alleen omdat het Ave Maria een prachtig lied is, maar ook vanwege de achterliggende gedachte. Want het betekent dat er in de protestantse kerken vrijwel geen aandacht is voor een vrouwelijke kracht. Want God, tja, die wordt meestal als een man afgebeeld. En Jezus was ook een man. En in de meeste Bijbelverhalen spelen mannen een hoofdrol. Waar blijven dan de vrouwen? In andere religies zie je juist dat er veel aandacht is voor het vrouwelijke deel van het heilige. Een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk yin en yang. Zwart en wit. Met elkaar verweven in een perfecte harmonie. En dat zie je ook in het hindoeïsme. Daar zijn natuurlijk de mannelijke goden heel erg bekend. Zoals Shiva, Vishnu, Krishna. Maar achter elke mannelijke god staat een krachtige vrouwelijke god. In de protestantse kerken is die balans eigenlijk een beetje verdwenen. Ja, natuurlijk, in de verhalen worden de Maria's natuurlijk nog wel genoemd, maar ze krijgen niet zoveel aandacht meer. This is a man's world, zong James Brown al. Jammer. Maar wat is eigenlijk het heilige in religie? Vaak staat het symbool voor de zachte krachten, voor het zorgzame, voor het tedere, voor het liefdevolle, voor het fijne. Zoals de moeder die omkijkt naar haar kind. Zoals de moeder die haar gestorven zoon van het kruis haalt en om hem huilt. Het vrouwelijke is niet groots, niet imponerend en zeker niet gewelddadig of vernietigend. Het is zacht. Het is vaak heel klein, maar wel heel belangrijk. Sterker nog, het is onmisbaar. Want een wereld waarin het vrouwelijke afwezig is een wereld vol ellende en geweld. Een wereld waarin mensen elkaar overschreeuwen. Een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan. En ik snap ook wel, een wereld waar alleen het vrouwelijke aanwezig is, zal misschien te veel op een roze wolk lijken. Is misschien te passief. En daarom heb je zowel het mannelijke als het vrouwelijke nodig. Verweven in een perfecte harmonie. Net zoals yin en yang. En even voor de duidelijkheid. Ik heb het dus niet over mannen en vrouwen. Want het vrouwelijke zit niet alleen in vrouwen en het mannelijke zit niet alleen in mannen. Het zijn twee krachten die in ons allemaal zitten. En dan is het de vraag, zijn die twee krachten in harmonie of voert één de boventoon? In onze wereld lijkt het vaak alsof die harde mannelijke krachten de boventoon voeren. Met regeringsleiders die steeds tegen elkaar schreeuwen. Oorlogen die worden uitgevochten. Hart tegen hart. En soms lijkt het wel alsof dat vrouwelijke helemaal afwezig is. Terwijl juist dat vrouwelijke zo belangrijk is. En daarom vind ik het zo belangrijk om ook juist in de kerk aandacht te blijven houden. Voor het zachte. Voor het zorgzame. Voor het vrouwelijke. Want dat mogen we echt niet uit het oog verliezen. En ook in de wereld om ons heen moeten we er aandacht voor blijven houden. Niet alleen maar luisteren naar het harde geschreeuw, maar juist kijken naar de zachte krachten die aan het werk zijn. En die zie je op dit moment heel veel. Bijvoorbeeld in de mensen die werken in de zorg. Bij de mensen die omkijken naar de ander. Er zijn heel veel zachte krachten aan het werk.
En misschien vallen ze niet zo op, omdat we gewoon te overstemd worden door al dat geschreeuw. Maar als we goed kijken, zien we dat er zoveel zachte krachten aan het werk zijn. Want het is goed om te bedenken dat het niet het dominante, schreeuwerige, mannelijke is waar de wereld om draait. Nee, uiteindelijk gaat het toch om het zachte, het zorgen voor elkaar. En dus is het misschien wel goed om af en toe gewoon een Ave Maria te zingen. Om de zachte krachten te bejubelen. Want dat hebben die zachte krachten echt wel verdiend. De dichteres Henriette Roland Holst, zij is een aangetrouwde neef van de bekende dichter Adriaan Roland Holst, zij schreef hier een mooi gedicht over. Het is wel een beetje moeilijk, maar het is mooi en het gaat als volgt. De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg, zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de liefde nog omkluisteren, zal zij allengs voortschrijdend overwinnen. Dan kan de grote zaligheid beginnen die we als onze harten aandachtig luisteren. In alle tederheden ruisen horen als in kleine schelpende grote zee. Liefde is de zin van het leven der planeten en mensen en dieren. Er is niets wat kan storen het stijgen tot haar. Dit is het zekere weten. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Laten wij bidden. Keren wij een moment naar binnen toe om rustig te worden, om stil te worden, om ons te verbinden met het vrouwelijke en met het mannelijke, om ons te verbinden met het goddelijke. En door dat te doen willen wij ons sterken als we ons zwak voelen, willen wij ons laten troosten als we verdrietig zijn, willen we bemoedigen als we onzeker zijn. Om daarna met nieuwe ogen de wereld te kunnen zien. Een wereld waar Gods geest volop aan het werk is. En worden wij dan ook een moment stil om onze gedachten en wensen uit te spreken. Laten we stil zijn. Amen. En dan sluiten we ook nu weer af met een zegen. Wees gezegend met al het goede en wees gezegend met de liefde. Draag het goede en de liefde uit. Deel het, verspreid het. Zend het uit over de hele wereld en wees de wereld tot een zegen. Amen.